Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Romy. Vandaag test ik een Bubbly Surprise. Het is heel nieuw van LOL, dus ja. Het is een soort bal en daarin zitten dan poppetjes of zo. Een soort bruisbal. Dus laat ik hem openmaken. Zo. En weg ermee. Nu hebben we dit. Heel roze. Je kan het een beetje doorheen zien. Dus ik ga het openmaken. Wow, oké. Hier is het plaatje, ik zag het maar al. Hier zitten balletjes. Oh, even omdraaien. Hier is de bruisbal. Oké, hier zijn de balletjes. Sommige voelen ze weer aan. Het zijn allemaal balletjes. Ik ga er nog eentje trekken. Hier is de schaar. Eerst, oh hier. Eerst hebben we een topje. Mooi topje. Hebben we nog een gepakt? Even kijken. Hier zet ik alle papiertjes neer. Wow. Oh, dit is nog een zand surprise. Ga ik zo meteen. Straks is eigenlijk een soort van, oh nee, nee. Uitpakken. Nee, blijf. Blijf. En dit is nog iets leuks. Wat ik vooral leuk vind. Ik heb vandaag een wedstrijd gedaan. Misschien komt hij iets later de video online. Of online, ja. Maar deze is van 9 februari. Had ik een turnwedstrijd van D3. Dat D4 is makkelijker, dan heb je D3 instap. Dat is nog makkelijker, want je hebt ook de pillen in die D3, maar dat is moeilijker. En dus ik had het niet verwacht, maar ik hoorde 5e en toen hoorde ik opeens mijn naam, want ik ben 4e geworden. Ja, ik ga maar door naar de volgende. Wow. Nou ja, dit is geen verrassing meer. Nou, we hebben een hoedje gekregen in zand. Nou ja, dat is geen verrassing meer van het zand. Maar oké, dat maakt niet uit. Oeh, wat is dit? Oké. Niks gebeurt. Die is echt zo schattig en super mooi. Wow. Eerst even. Ik denk dat hier de schoentjes in zitten. Of een boekje. Want ik heb nu één shirtje. Oh, hier zit kan ook een boekje in zitten. Zand. Blauw zand. Ja, hier zitten schoentjes in. En dan gaan we zo meteen graven naar de zand. En hier doen we dan water in en die moet je dan in de ding doen. Ik heb al gezien welke ik heb. Je hebt twee verschillende. Je hebt welke ik nu heb. Dat is trouwens een rokje. Je hebt welke ik nu heb en je hebt nog één. Ik laat jullie even zien welke ik heb. En ze is wel heel erg schattig. Salter cute en salter puppy. Dit zit er. Deze zijn er. En je hebt er ook nog eentje. Met paars haar helemaal. Zo opgerold volgens mij. Is dat er ook één. Maar deze is toch wel echt heel erg leuk. We gaan ondertussen even graven. Let's even graven. Dit zijn haar schoentjes. Alsof ze een soort manchiers hebben. Dat je dan zo... Hap, 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 hap. Snap je wel? Ja, oké, nee. Een soort optocht. Van een optocht of zo. We hebben schoentjes. Echt hele mooie schoentjes. Ik vind die zelf heel erg mooi. Nu hebben we één outfit compleet. Gaan we naar de volgende. Dat is ook zand. Dit is blauw zand. Oh ja.
Nee, echt niet, zit er niets in. Nee, er zit niets in. Over dat plancheerpetje. Toen we dat eruit gingen halen. Nog één zat. En ik dacht, de schoentjes zijn. Van dat chipje. Wow, hier heeft ze een zwembadpakje. Een heel schattig zwembadpakje. Ik hoop dat jullie nu alles goed hebben kunnen zien. En dan gaan we zo meteen deze bak. Moet met water gevuld worden. En dan moeten we, dit hart erin doen. Hij is gevuld met water. Hier is hij. En ik ga hem erin doen. Oh my god, het ziet er zo mooi uit. Ik heb één plekje dat was niet vrijstekend. Maar nu, je komt even onder mijn water. Ik heb hier een handdoekje. En daar veeg ik het even mee af. Ik hoop niet dat hij gaat dubbel overstromen. Ik zet hem even misschien onder de handdoek. Hoeft niet, maar kan wel. Zo. Moet even wachten. Totdat paars. Kijk. Het is helemaal paars. Totdat het helemaal weggelopen is. Zou we het van de verpakking naar beneden duwen? Hij wordt wel steeds kleiner. Ik zie het nu al heel klein. Vinden jullie ook niet dat hij nu al heel klein is? Oh my gosh, het is nu een soort van metallic. Nou, niet metallic, maar het is een beetje galaxy, ja. Galaxy. Het woord is galaxy. Als jullie willen zien, kunnen jullie kijken. Het is namelijk galaxy. Ik vind het wel op galaxy lijken. Kijk. Hij is roze. En hij is nu op galaxy. Nou, hij is nu helemaal uitgebruist. En ik leg hem nu even hier op de handdoek. Dit. Zo. Kunnen jullie ook meer zien, denk ik. Zo. Nu kunnen jullie het beter zien. Ik ga hem even afdrogen. Hij ziet er zo uit. Hij is nog een beetje nat. Hij druppelt. Hij is ondertussen open. Ziet er hier zo uit. Hij is nu open. Hij druppelt nog steeds. Maar dat weet ik niet. Oeh. Hier is het poppetje. Hier is beker. Hier is een hondje of een zusje. Ik ga eerst het poppetje doen. Wow. Ze heeft galaxy haar. Haar. Ze heeft galaxy haar. Dat is zo cool. Dan gaan we nu haar. Ja, ze heeft een roze-blauwe beker. Dit gaat zo helemaal weg. Oh, wacht. Half deze. Dit is nog een hondje. Of wat? Of zusje. Of wat? Kijk hoe schattig. Het zijn allemaal verschillende soorten outfits. Ik ga nu alle outfits laten zien, dus ik ga haar even de kleertjes aan laten doen. Dit is haar eerste outfit. Ze is een soort van cheerleader. Dan gaat ze dus dan zo een soort van zo rondjes lopen op een soort festival. Zo. Een soort
bijvoorbeeld heb je allemaal een eigen boot of een soort wagen. En dan ga je dan, zo kan je dan zo dansen. En dat doet ze eigenlijk een soort van. En dan gaan we nu naar haar volgende outfit. En hier is ze. Ze heeft een nieuwe outfit aan. Een zwem outfit. Maar ze kan ook een andere zwem outfit aandoen. Hoop ik voor haar. Dus daar gaan we dan. Daar gaat hij op. Oké. Volgens mij was het moeilijk om haar nieuwe outfit aan te doen. En ze had er nog iets bij gegeven. Voor als ze dorst heeft, heeft ze nog een beker. En haar mooie zwemoutfit. En haar hondje. Ik weet niet. En nu gaat zijn hondje ook lekker weer in. Wow, hij denkt, ik ga daar gewoon in. En ik probeer ook een nieuwe outfit. Even kijken, kan hij ook een nieuwe outfit aantrekken? Nee. Misschien wil hij een rok. Hij wou vast gewoon, had hij het koud en wou hij iets een rokje. Grappig, hè? Nou, gaan we weer even normaal. Nou, en bedankt voor het kijken van deze video. Ik vond het heel erg leuk. Ik raad je dit echt heel erg aan. Het is heel leuk. Pas op, je vingers kunnen een beetje raar worden. Zoals mijn vingers nu zijn. Maar en tot de volgende keer. Doei!